Ik zat zo van de week eens op dit onderzoeken. Er is dan een sensatie of iets. En er is, het is eigenlijk zo'n klein dingetje, hier of zo, wat dan gelijk labelt, stempelt, ja. Maar zo'n enorm gevolg heeft. Zolang daar energie in gaat zitten, ja, wel. En wat verbinden en daarin meegaan, weet je wel. En terwijl op het moment dat je dan gewoon zit te ervaren of zo. Of, ik had er gewoon zo naar te kijken. Ik zou nou kunnen zeggen wat het is zonder dat dit er is. Mm-hmm. Nou, gewoon niet. Weet nee, je? Dan, dan is het gewoon, dan is het. Of zo. Yes. En dat voel ik eigenlijk zo bevrijdend eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat meegaan in die verhalen, zeg maar, dat is het lijden. Yes, exact. En daar zitten dus die componenten die ik al beschreef altijd in. Afkeuren hoe het is, ja, dingen persoonlijk nemen enzovoort. Ja, in tijd plaatsen. Ja, dan heb ik dat alweer. Ja, daar gaat alleen maar gewoon goed fout. Ja, de hele tijd. En dat bestaat dus niet. Hoe kan een sensatie, als je het strikt genomen bij de beleving houdt, er komt een fysieke sensatie op. Whatever. Weet je, hoe kan dat fout zijn? Er komt een gevoel door je heen. Er komt een gedachte langs. Waar zit dat fout goed? Het is gewoon bizar. Nou, het enige waar we dus mee kunnen spelen, als het ware, is gewoon er af en toe bijvoorbeeld te roepen van, hey, om dat ego te treiteren, er is niks verkeerd. Kun je hier absoluut bewijzen, echt... En bewijs is alleen geldig als het voor iedereen geldt, als het altijd geldt en tijdloos is, weet je wel. Dus kan ik hier werkelijk van bewijzen dat dit verkeerd is? Ken ik alle variabelen die deze situatie voor gevolg kunnen hebben? De impact van deze situatie op alle mensen? Kan ik dat overzien en dus bepalen of het goed is of niet? Nou, ik niet. En ik ben echt heel slim. It doesn't make sense. Als je er even naar kijkt, is het vrij snel om uit te halen. Yes, exact. Doorgaan in dat, wel wetende dat ik weet als ik er naar ga kijken dat het snel om uit te halen is. Maar het is een soort spel of zo. Yes. Dat gaat zo in. Er is iets, en nogmaals, dat is dus ook deel van het bewustzijnsspel. Er is iets, een trekkracht, die ons, zal ik maar even zeggen, probeert in dat sfeer van oordelen te houden en zo. Ja. Er is iets anders wat gewoon totaal los daarvan is en een beetje grinnikend tegen de muur staat te leunen. Weet je wel, van yeah, right. En die gelooft gewoon geen hout van wat er allemaal verzonnen wordt. Nou ja, je kunt merken in je leven dat je soms heen en weer verplaatst wordt. En soms denk je dat dat komt omdat je op dat kussen bent gaan zitten of een boekje leest of hele slimme vraag stelt. Weet je wel, maar strikt genomen, weer een stapje terug, zie je dat dat ook allemaal maar gewoon gebeurt. En dan kan het zijn dat er zo'n soort verplaatsing optreedt, zo van shit man, alles in het blikveld, dus inclusief je eigen body mind, gebeurt maar gewoon spontaan, precies zoals het gebeurt. Wauw. Dan, ja. Dan is het klaar. En ons hele leventje is alleen maar, lijkt het wel, dat spelletje gewoon van het heen en weer bewezen. Serieus nemen en ineens is het los. Dan ben je de openheid zelf. En dan komt het idee op van, now I got it. Weet je wel. En 2 minuten later, totaal geïdentificeerd. Dat is keileuk. Wow. Maar stel dat we nou met z'n allen daar zo zitten, zoals jij, en de hele wereld, alle mensen op de aarde, wat... Dan gaan we weer, hè? Dat is de categorie hypothetische vragen. Ja, ja, en dan wat? Nou, wat dan? Ja, dat weet ik toch niet, want ik geloof niet in hypothetische vragen. Ik geloof alleen maar in wat er is. Nou, de constatering is vrij simpel als we al doen alsof al die poppetjes echt zijn. Ze zijn niet allemaal zo. Kijk, we kunnen ook zeggen, ja, als iedereen een kameel was, dan... ja, dan zou alles anders zijn, hè? Ik weet niet hoe, maar ja, dat is toch anders. Nou ja, eigenlijk de achterliggende vraag is, wat komen we hier met z'n allen doen eigenlijk? Ja, ik kan niet bepalen wat
de zogenaamde jullie hier komen doen. Vanuit een ander standpunt, het reële, dit gebeurt, dit manifesteert zich gewoon zo. Dus strikt genomen, bewustzijn manifesteert zich nu als een verzameling mensen. En in een setting die we dan satsang noemen. En dat zou dan nuttig zijn ergens voor. Maar je weet ook niet waarvoor eigenlijk. Ik heb het niet bedacht. Ik wist vroeger niet eens dat het zo heette. Ik vertelde gewoon maar wat. De oceaan, de golfjes spelen met elkaar. Het is een spelletje. En zoals met alle spelletjes, strikt genomen zijn er geen winnaars of verliezers of iets dergelijks, valt er niks te halen. Could be fun. Dus hier op aarde is gewoon een spelletje eigenlijk. Hier op aarde, die formulering staat mij niet helemaal aan. Maar voilà, ja. It's a game. Kan jij het formuleren dan? Nou kijk, hier op aarde, daar zitten allerlei connotaties aan. Alsof er een entiteit op aarde gekomen is. Mysterieus ergens vanuit gereïncarneerd of iets dergelijks. Zo werkt het niet, hè? Probeer jij maar eens nu, op dit moment, je los te maken van aarde. Waar zit die dualiteit? Waar hakken we dat in tweeën? Dat kan niet. Weet je wel, dus is er niet iets hier op aarde, want dat suggereert een tweeheid die niet bestaat. Alsof de appel iets anders is dan de appelboom. Weet je wel? Dat verhaal gaat niet op. Ik zit altijd nog te zoeken naar een bepaald doel of zoiets dergelijks. Ja, dat doet het ego altijd. Dus we kunnen constateren, en dat bedoel ik dus niet als verwijt, dat het ego softwareprogramma altijd werkt in van A naar B. In goed en beter, en goed en niet goed, enzovoorts. En dus heeft het doelen en redenen nodig. De realiteit heeft nooit een reden nodig en het heeft zeker geen doel. Het is. Net als een oceaan, heeft ook geen doel. Die oceaant gewoon wat. Nou, daar horen eb en vloed bij en tsunamis en kalm water. En, nou ja, weet je wel, that's all inclusive. That's what it is. Het is niet wat het doet, maar wat het is. Nou, bevrijding zou je in woordjes, met alle risico's van dien, uit kunnen drukken als zijn zonder doel. Zijn zonder verborgen agenda. Van looking for something. Or see how it is. Er is geen doel. Dus alleen in een beperkte dualistisch kader kunnen we zeggen dat iets beter is dan iets anders. En dan kom ik altijd met dat lullige voorbeeld. Er staat zo'n plant in mijn spreekkamer. Als ik wil dat die leeft, zal ik hem water moeten geven. Dus dan is het nuttig om hem water te geven, één keer in de twee jaar van nieuwe aarde te voorzien, dan groeit die. Dus binnen die context, ja oké, is regelmatig water geven beter dan nooit of te veel. Maar in totality, ja beter, niet beter, de compleetheid wordt niet minder van het wel of niet leven van die plant. Er gaat niks verloren, er komt niet iets bij. Het is totaal. Dus welk doel zou totaliteit moeten hebben? Dat kan alleen als iets niet compleet of totaal is. Nou, een gemiddeld mens, zou ik maar zeggen, heeft heel sterk de beleving niet compleet te zijn. Daarom zijn bijna alle mensen zoekers. En het hoeft niet per se advaitische of spirituele zoekers, maar anything. Als zij van mij houdt dan, als ik deze baan heb, als ik deze erkenning krijg van, Dan ben ik compleet. We're all junkies. Omdat we niet voelen, en dat is geen verwijt, maar gewoon een constatering, dat we die compleetheid al zijn. Op het moment dat dat wel gevoeld wordt, is strikt genomen ieder streven naar iets anders weg. Nou, dan gaan heel vaak mensen in satsang of elders roepen, ja, als iedereen zo is, dan komt niemand meer uit zijn stoel. Like you know. Alsof de enige manier van leven zou kunnen zijn van
incompleet, gefrustreerd en angstig en dan op zoek en dingen doen. En als je compleetheid ervaart, dan je dan... Het is gewoon bizar. Het leven is duidelijk simpel. Er komt plotseling een idee opzetten. Bijvoorbeeld om muziek te maken. Ik noem maar wat. Of de tuin te harken. Of... Dat manifesteert zich gewoon. Als er geen weerstand is en niet de hele tijd alles verstoord wordt met goed en beter en angst en verlangen. Nou, dan constateer je, zou ik maar zeggen, dat je muziek zit te maken of met de hond loopt of de guru uithangen of nou, net wat het spelletje dan is op dat moment. Ja, en daarna sst, volgende. Dat gaat vanzelf. Als iets simpel is, is leven. Gaat vanzelf en het moment van dat het licht uitgaat is ook al ingepland, dus everything is cool. En in de tussentijd, ja, vermaken we ons een beetje of zo. Want dat is een andere leuke component van de realiteit. Hè? Dat, omdat er geen goed en slecht is en zo, is dus het een ook niet beter dan iets anders. Dus de tuinharken is niet beter dan muziek maken of omgekeerd. Of ruzie maken is niet minder dan een schilderij maken. Het is allebei iets maken. En het stelt allebei niet veel voor. Dat is nou net zo bevrijdend. Dan kun je... Het is wel cool. Het is leuk dat je dat zegt, dat mensen bang kunnen zijn dat dit gaat gebeuren. Dat herken ik, dat heb ik ook gehad. Ja, bijna iedereen. Wat is dan nog de reden dat ik 's ochtends uit mijn bed zal komen? Alsof er een ik is die beslist wanneer... Dat was nooit zo, dat is daarna ook niet zo. Dus raad ik mensen aan die ook zeggen van, ja, dan kom ik niet meer uit mijn stoel. Dan zeg ik van, oké, gaan we testen de komende week. Om 8 uur zit jij daar en pas 's avonds om 8 uur mag je opstaan. Nou ja, er zijn mensen die 6 jaar met hun ogen dicht zo hebben. Ja, fantastisch. En dan was dat perfect geschikt. En ik zou er ook helemaal niks tegen hebben. Dus als ze dat naar voren brengen, zit er altijd een angstcomponent in. Nee, klopt, dat was het ook. Ja. 8 uur zitten op een stoel is niet goed. Hoezo? Wat doe jij in 8 uur, wat nu werkelijk zo fucking belangrijk is, dat het de geschiedenis van de mensheid gaat veranderen, weet je wel? Ik wou dat meer mensen blijven zitten, dan hadden we minder rotzooi. Ik doe bijna nooit iets zinnigs. Ja, behalve in die context van die plant. Weet je wel, maar voor de rest, wat doe ik nou voor belangrijk? Ze zeggen, ja, maar je geeft zotzang, dat is belangrijk. Nee. En als deze het niet doet, is er wel een andere joker. Niet zo goed als ik, maar... Je wordt ook zo bescheiden van ontwaken, hè? Is je dat ook opgevallen?